President Bouterse over komst Cubaanse artsen. Als het aan de president lag, had hij zelfs 500 Cubaanse artsen laten halen om zodoende op toepasselijke wijze het tekort aan artsen landelijk op te vangen. Echter beschikt Suriname niet over voldoende verblijfaccommodaties om deze artsen op te vangen. Dat Suriname ver onder de norm zit die wereldwijd wordt gehanteerd wanneer het komt op hoeveel artsen je moet hebben op een aantal van 10.000 inwoners, schuift het staatshoofd niet onder stoelen of banken. De president heeft deze kwestie op 2 juli 2019 besproken tijdens een persconferentie welke hij heeft belegd in het perscentrum van het kabinet van de president. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.